Goeiedag, mijn naam is Karl Marx. En ik heet u welkom in mijn studeerkamer, zoals u kan zien, in Londen, waar ik een hele tijd gedaan heb over het schrijven van een heel dik boek. En het boek is in het Duits, want ik ben eigenlijk een Duitser, en het heet Das Kapital. Vrij vertaald, Het Kapitaal. Het gaat over de geschiedenis en waarin ik aantoon dat er altijd een onderdrukkende klasse is geweest en een onderdrukte klasse. Deze onderdrukte klasse, die komt uiteindelijk telkens door een opstand, een revolutie, een oorlog aan de macht. En de onderdrukkende klasse, de baas dus, die zal het loodje leggen en die zal verdwijnen. Dan volgt meestal een nieuwe klassenstrijd waarin de nieuwe onderdrukkende klasse, die eerst onderdrukte klasse was, weer een nieuwe onderdrukte klasse, volgen jullie het nog, oproept. En zo gaat de klassenstrijd eindeloos voort in de geschiedenis. Maar ik heb uitgevonden dat het wel eens afgelopen zou kunnen zijn met de eeuwige klassenstrijd. En dat staat in mijn boek Das Kapital. Ik zal het voor jullie samenvatten in een paar makkelijke vijf fasen. Jawel, vijf fasen verloopt deze geschiedenis. Let op, ik vertel het maar één keer. In de eerste fase zal de bourgeoisie, de gegoede burgerij die sinds de Franse revolutie aan macht is gekomen, steeds meer kapitaal vergaren. Alle productiemiddelen zijn in handen van deze kapitalisten en zij zullen elkaar ook bestrijden met een hevige concurrentiestrijd. En door deze hevige concurrentiestrijd bestaan er na verloop van tijd steeds minder van deze kapitalisten en die minderheid en kapitalisten wordt steeds groter, steeds rijker, steeds machtiger en steeds meer productiemiddelen hebben ze tot hun beschikking. En de andere klasse, de onderdrukte klasse hierdoor, de arbeiders, ofwel het proletariaat, zij die niks anders bezitten dan hun kinderen, proles in het Latijn, zij zullen steeds meer onderdrukt zijn. Na deze fase van cumulatie, van opeenhoping van kapitaal onder enkele grote kapitalisten van de bourgeoisie, zal een volgende fase ingeleid worden. Deze fase heet fase 2, de verelendung, ofwel de verellendiging van de arbeidersklasse. Er zal voor hen niets overblijven, helemaal niks, totdat zij niets meer te verliezen hebben. En als dan niets meer te verliezen hebben, omdat een situatie godsgruwelijk is geworden, zullen zij een uitweg zoeken. En die uitweg is maar op één wellicht manier mogelijk. Dat is de manier die in de geschiedenis al vaker voorgekomen is. Zij zullen in opstand komen. Ja, in opstand. Huppelakidee. En sta op, arbeidersklasse. En kom in opstand met een revolutie. Die revolutie zal gewelddadig zijn. En die zal zich ontdoen van de grote kapitalisten die hier de touwtjes nog in handen hebben. Zij zullen moeten verdwijnen, deze grote kapitalisten, en alles wat zij bezitten zal in handen komen van de arbeidersklasse. Als de arbeiders dan aan de macht zijn en zij moeten zich gaan organiseren, zal verzet van de bourgeoisie uit binnen- en buitenland nog steeds gelden. En dan is de volgende fase een feit. De vierde fase is de fase waarin de arbeidersklasse zich zal moeten bewijzen.
Zij moeten zich organiseren en al het verzet wat er is, van koning, keizer, admiraal en wie dan ook, bourgeoisie en kapitalisten, dat moeten zij in de kiem smoren. De dictatuur van het proletariaat is nu aan de orde. Niemand weet, ik ook niet, hoe lang deze situatie zal bestaan. Maar uiteindelijk zal deze leiden tot een fantastische organisatie van de arbeidersklasse, waarbij iedereen gelijk aan bezit heeft en iedereen voldoende bezit heeft om van te kunnen leven in grote welvaart. De industriële maatschappij zal welvaart die ongekend is voor iedereen verschaffen. En men heeft dus geen behoefte meer aan elkaar te bestelen en zal gelijk door het leven gaan. In fase 5, genaamd de klassenloze samenleving. Heel de geschiedenis gaat over klassenstrijd, maar nu, door de industriële samenleving die zoveel welvaart aan iedereen kan brengen in overvloed, zal er een einde aan de geschiedenis van de klassenstrijd komen en zal iedereen voortaan vredig samenleven. Dat staat allemaal in mijn boek, Das Kapital! En dankzij deze mooie video hoeven jullie dat verschrikkelijke boek gelukkig niet te lezen. Toedeloe!